Ik vind het ook heel triest wat allemaal gebeurd is. En hoe het mogelijk is dat mensen zo zijn tegenover beesten. De baasjes van Bobby hebben bij het monumentje een emotionele afscheidsbrief gelegd. Bewoners uit de naastgelegen woonwijk zijn onder de indruk. Die mensen, ja, dat is een kind van nog, hè. Voor een kind doet dat ook, hè. Dus ja. Respect voor een leven. Hè? Het is een leven, of het nou een dierenleven is of een mensenleven. Het gaat om leven. Ik ben er zielig. De Franse bulldog werd maandag op deze plek gevonden. Het dier bleek ernstig mishandeld. Bobby was daarvoor al een tijd lang vermist. Familie, vrienden, maar ook mensen uit de wijk zochten tevergeefs naar een teken van leven. En dan heb ik hier een heel de bos gehad. Dan klop je iedere dag. Dan kon ik het niet vinden. Als degene gepakt wordt die dit gedaan heeft. Ja, dat is de opstap naar veel ergere dingen natuurlijk. Dus dat heeft een hele zware impact in de hele wijk. Ja. Degene die het gedaan heeft, die moeten ze zo'n bal in onze kont uitschuppen. Dat vind ik echt, hè. Wat er met Bobby is gebeurd, blijft onduidelijk. Maar zijn herinnering leeft voort. Toch in ieder geval voor zolang het monumentje in het bos mag blijven staan. Onvoorstelbaar.